mijn excuus. Want ja, jullie weten het. Ik ben nog steeds niet de ouder. Dit moet iedereen hebben. Dit moet iedereen hebben, hè? Van die lekkere beesten om ons heen. Ja, echt wel. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag zaterdag 15 januari en we leven om 12:33. Mijn excuus, want ja, jullie weten het, ik ben nog steeds niet de ouder en nog steeds ook niet al te veel energie. Maar ja, dat bouwen we zelf wel weer op, beetje bij beetje. De dames moeten nog uit. Kandolf die krijgt zo eten, dus komt allemaal goed. Het is hier grijs en grauw, het is mistig. Dat is geen goed weer voor mij, want als ik nou met de meisjes naar buiten ga lopen, kijk ik maar te hoesten, door die mist, want dat kan ik gewoon niet tegen. En het slaat ook op je longen. En dat weet iedereen die een longaandoening heeft. Dat is net zo min met houtkachels, open haarden. Als ze iets willen verbieden, mogen ze dat wel verbieden, want dat is slecht voor je gezondheid. Ja. Maar oké, okay, ja, en we hadden gisteren een update op mijn mobiel. En normaal stond het onderin, stond het gewoon witte cijfertjes van de tijd die jij filmt. Maar nou staat het bovenin, boven mijn hoofd. Ik zie het. Nou in een rood balkje met witte letters. Dus het is in principe duidelijker dan het was. Dus dankjewel. Ja, en ik zit nu alweer 1 minuut 45 seconden te kletsen. Maar het moet allemaal kunnen. Ja, en ook moet ik eigenlijk verder met de kerstspullen. Maar ja, of ik dat energie vandaag zal hebben met die mist, ik weet het niet. We kloppen het maar even af. Ook zou Mario even komen, die mocht even weer een dagje naar huis, want die heeft haar zelf op laten nemen vorig jaar al, voor de kerstdagen al, bij het GGZ. Want ze liep al bij het GGZ en ze slikt op medicijnen. Maar daar was de dame mee gestopt, ja ho, dan krijg je het weer terug wat je hebt. Ze kan er ook niks aan doen hoor, ze heeft stemmen in haar hoofd. En ja, dat is bizar natuurlijk. En als je stemmen in je hoofd hebt, dan word je ook soms gek en je wilt tegen erin gaan, maar je kan er niet tegenin gaan. En daar heb je dan medicatie voor en dan stopt dat weer. Tenminste, dat gaat gedeeltelijk over. Maar dan moet je ze wel blijven slikken, zoals ze mee gestopt. Ja, nou, dat moet je niet doen, dat moet je niet willen. Nee. Want dan ben je tenminste weer normaal als je medicatie slikt. En zonder medicatie niet. Nou slikt ze dus weer. En dan mag ze af en toe zijn dag mag ze naar haar huis toe weer. En dingen doen wat ze leuk vindt. Maar ze mag nog niet thuis slapen. Nee, oké. Okay. En dan wou ze vanmiddag eens bij me komen. Ik zeg, nou, ik zeg, dat kan ik. Dan pof je maar bij die meiden neer op de bank. Ik zeg, ja, omdat ik nog hoest. En ja, tot hoeverre ik nu besmettelijk ben, niet voor corona, maar wel voor verkoudheid of wat dan ook, je weet het niet. Want zo lang duurde corona niet, hè? Nee. Iedereen is veel sneller beter. Dus. Ja, enkel slopen langer met hun long, als het long-covid is, weet ik hoe ze dat noemen. Dan lopen ze daar ook langer mee, maar ik heb het al aan mijn longen. Ik heb COPD, dus ja, wat willen we nou nog meer? En ik heb dit ook jaarlijks. Ja, dus ik ben één keer in het jaar ben ik 9 van de 10 keer ziek. En het is altijd hetzelfde, altijd die astmatische bronchitis met CARA, wat ze nou in dat vakje hebben gestopt, COPD. Nou ja, oké, okay. Kan er ook niks aan doen. Hey kind, hey wijfie. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik hoop dat het bij jullie beter weer is dan hier. Wij hebben trouwens de afgelopen dagen dat het elders mistig was. Hadden wij hier prachtig mooi weer. Het is hier voor het eerst mistig. Maar ja,
probeer te genieten in ieder geval, mist of geen mist, zon of geen zon, regen of geen regen, wat maakt het uit? Gewoon geniet van je dag en doe het met een lach. Probeer ik ook te doen tussen het hoesten door. Ja, maar oké, ik zou zeggen, tot later maar. Ja, doei. Nou, en daar zit onze Mario dan met de twee dames. Die zitten zo wat eender. En dat vindt Mario helemaal niet erg. Nee, dat vind ik heerlijk. Ik vind het gemist. Dit hoort erbij. Dit moet iedereen hebben. Dit moet iedereen hebben, hè? Van die lekkere beesten om ons heen. Ja, ja, echt wel. Ja. Zo lief. I love you. Oh. Hè? Jee, joh. Nou, dan even ben ik wel thuis, hè. Ja, dan ben ik wel weer thuis. Dan komt wel weer van langs. Toch wel? Ja. Mooi. Nou, daar houden we je aan, zeg maar. Zo'n mooi plaatje dit. Echt wel.